het vechten met de aliens. En wat heb je nodig om met een alien te vechten? Uiteraard een lichtzwaard. Hoppa! Vandaag maken we dus een lichtzwaard. Wat heb je hiervoor nodig? Twee ballonnen en een ballonpomp. Ik gebruik een groene ballon en een zwarte ballon. De groene ballon die blazen we helemaal op. Beetje lucht uitlaten. Goed dichtknopen. En dan de ballon. Excuseer. Dan maken we onze zwarte ballon. En die blazen we op. Ongeveer de helft. Neem je groene ballon en breng je zwarte ballon rond de groene ballon. Zodat je eigenlijk een bloedblaadje krijgt. Verbind dit stuk met de zwarte ballon. En de knoop, die breng ik hier nog eens door. Gewoon om te zorgen dat hij niet loskomt. Dan maken we met onze zwarte ballon een pinch twist. Zo. En nu kan je kiezen hoe lang je uw zwaard wil hebben. Als het een klein kindje is, maak ik het wat korter. Is het een groot kindje, maak ik het extra lang. Voor vandaag zal ik het proberen. De helft maken. Ziezo. Dan maken we nu van onze zwarte ballon het handvat. Neem de zwarte ballon en de groene ballon samen. En twist ongeveer een stukje af. Dan maak je met de zwarte ballon opnieuw twee pinch twist. Eén dubbel, twee dubbels, en pinch twist. Voor de stevigheid breng ik de zwarte ballon nog enkele keren tussen de twee ballons. Tussen de twee pinch twist, tussendoor. En de rest van de zwarte ballon hebben we niet meer nodig. Lopen we dicht. En dat is klaar. De groene ballon hebben we niet meer nodig. Dus die breken we af. Knopen we dicht. En de groene breng ik nog een paar keren rond en tussen de pinch twists. En dan is ons lichtzwaard helemaal klaar en kunnen we gaan jagen op de aliens.